naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Okay, de meeting van vandaag was meer gepland om kennis te maken met de leden. De leden hebben eigenlijk gevraagd om kennis te maken met het bestuur. Dus daarom hebben we de meeting gepland. Maar het is niet handig om het alleen te houden bij een kennismaking. Dus we hebben bepaalde punten besproken. Een van de belangrijkste punten is eigenlijk die trainingen die wij willen gaan verzorgen. Het syndicaat voor onderwijsgevende in Suriname, waarom is het opgericht? Wat is eigenlijk de bedoeling en van wat gaat gebeuren? Waarom het syndicaat is opgericht? Nou, omdat we ontevreden zijn over gang van zaken. De belangen van de leerkrachten worden niet op de juiste wijze behartigd. En er is heel veel ontevredenheid, vandaar. We hebben BVL, we hebben Anderbond, BVL onder andere, die er is, we hebben ALS. Waarom niet daarin? Jullie zijn ook onderwijsgevende, moet ik dat vragen? Ja, we zijn onderwijsgevende. Nou, omdat ik heb het aangegeven, we zijn ontevreden. Vandaar dat we niet meer willen naar BVL en ALS of KOB of POLS. Ik weet het niet, er zijn een paar. Als ik de minister moet geloven, zijn er 32 of 36. 32 of 36 bonden, hoor. Wat de minister heeft aangehaald, ik weet het niet. Maar wij hadden zo'n beetje geteld en we kwamen op 17. En waarom niet vanuit deze bestaande structuren organisaties proberen om de situatie te veranderen? Als er bijvoorbeeld een verschil is in BVL of VOLS onder jullie, waarom niet vanuit daar geprobeerd? Nou, waarom niet? Wat wij hebben ervaren, of wat wij ervaren, is dat de bonden die er nu zijn, eigenlijk een beetje partijpolitiek gelinieerd zijn. En dat willen we niet hebben. Want zodat mensen eigenlijk gaan bemoeien met de politiek, dan worden die belangen niet meer behartigd. Vandaar. Hoe zit het met de organisatie zelf? We hebben, als ik het heb gevolgd, we hebben... de erkenning onder andere om te onderhandelen met de regering of namens leden om ontvangen te worden door de regering, aan tafel te zitten met de regering. Hoe gaat het syndicaat daarmee, hoe gaat het syndicaat gaan lukken? Okay, we hebben van de minister begrepen dat ze alleen onderhandelt met bonden die waarvan de statuten al in orde zijn. En wij zijn druk bezig met ons gedeelte. Dus wat er nu gebeurt, wij zijn een lidbond van de COL en meneer Blanker, die onderhandelt namens het syndicaat. En vanuit het huidige, want we weten allemaal wat het is in Suriname. Er komt een nieuwe organisatie, een nieuwe bond. We hebben de bestaande bonden, al de grotere bonden. En hoe gaan jullie omgaan met die weerstand die zal komen van daaruit? Want we weten hoe het gaat. Kijk, het Organic Movement bijvoorbeeld, die ontvangt al die weerstand vanuit de bestaande organisaties. Hoe gaat het syndicaat omgaan daarmee? Ik denk dat ik als lidbond ben verbonden aan een moederorganisatie. En we gaan die uitdaging aan. Als er weerstand komt vanuit BVL, want het gaat meer om, als ik de meeting een beetje heb gevolgd, is het van wat er tot nu toe onderhandeld is voor leerkrachten. En dat jullie beter willen gaan doen. Maar die bonden gaan zich niet blijven stilstaan en aanhoren hoe mensen eigenlijk praten over wat zij proberen te bewerkstelligen, toch? Kijk, we verwachten niet dat mensen gaan stilzitten. We verwachten niet dat mensen gaan stilzitten. Ik ga geen namen noemen. Maar ik heb het al gezegd. We gaan die uitdaging aan. We gaan die uitdaging echt aan. Het mooie ervan is, we zijn anders. We willen werken. Wij willen werken voor onze leden. En dat hebben we vanaf het begin gezegd. Want dat is natuurlijk de vraag, waarom nog een bond? We willen werken voor onze leden. En net als wat we de leden ook al hebben gezegd, het is niet dat het gaat om ons als bestuur, het gaat om ons als syndicaat, als geheel, samen met de leden. We weten wat er in het veld
is. We weten wat zich afspeelt in het veld. Dus wij moeten achter ze staan. En natuurlijk moeten ze niet zitten en kijken. We gaan samen eraan werken. Dus dat maakt ons anders dan de andere bonden. Hoe gaat de organisatie de mensen die nog aan de kant zitten bemoedigen? Want er is een oproep gedaan. Hoe is de animo? Hoe is het gegaan bij het werven van mensen, personen, zeg maar, uit het veld? De werving, we hebben via de link gewerkt, via WhatsApp. Ze konden de link invullen. Daar heeft men wel snel gereageerd. We hebben zelf ook persoonlijk formulieren afgegeven, waarbij men ook heeft aan ingevuld. Dus eigenlijk, wat er nu gaat gebeuren, is eigenlijk dat het mond-op-mond reclame, de ene leerkracht geeft aan. En zo kunnen de leden dan via de flyer, ook ons appnummer, maar ook op FB kunnen ze ons contacten. Daar kan je alles lezen, contactnummers. En dan maak je gewoon contact met het syndicaat, een van de bestuursleden van het syndicaat op het appnummer. En je mag je dan registreren. En hoeveel leden heeft het syndicaat nodig om uiteindelijk sterk te zijn? Want je gaat strijd moeten voeren om iets te bereiken. Maar als je groep klein is, kan dat moeilijker gaan. Het aantal leden, hoeveel hebben jullie in mind dat nodig is om die strijd te gaan voeren om de doelen te bereiken die jullie hebben? Ik denk dat we ook met het minimale strijd kunnen gaan voeren. Want ik wil niet hebben dat ik bijvoorbeeld moet zeggen dat ik 1000 leden heb, alvorens ik strijd kan voeren. Met het minimale wil ik al strijd voeren. Het schooljaar is bijna nabij. Ja. Wat vindt u tot nu toe van het ene jaar met het nieuwe systeem? Hoe is het in een nutshell? Welk nieuwe systeem bedoelt u? U bedoelt het 9e leerjaar? Kijk, ik zit op de middelbare school en ik wil over de middelbare school dan mijn mening geven. Ik gun elke student een nieuwe kans. Ik gun studenten de nieuwe kansen. De extra kansen. En als we terug mogen blikken, dan zie je ook dat men een normverlaging heeft gedaan. De norm om bijvoorbeeld naar het volgende leerjaar te gaan, is dan verlaagd. Als je studenten nieuwe kansen geeft, extra kansen geeft, dan denk ik niet dat we ook moeten werken aan normverlaging. Want dat werkt niet. Je krijgt die extra kans, benut het, om dan te voldoen aan de norm. Maar verlaag ook niet de norm, zodat dat kind toch kan voldoen aan een bepaalde norm. Nee, dus dat vind ik echt niet kunnen binnen het onderwijs. Bij het begin van het schooljaar, jullie als leerkrachten, jullie werden geconfronteerd met het nieuwe systeem. Er is een training gekomen. Hoe is het allemaal uitgepakt? Heeft het ministerie jullie voldoende bij betrokken in de problemen die er zijn, hoe dat opgelost zal gaan worden? Als we moeten praten, als jullie ons gevolgd hebben vanaf maart, zullen jullie weten dat alles ons in feite de keel doorgedrukt werd. We werden nooit van tevoren op de hoogte gesteld wat er zou gebeuren. Niet vanuit het ministerie, niet vanuit de bond. En er is in feite niet naar ons geluisterd. Dus hoe zijn ze ermee omgegaan op die manier? Wat maakt dat een heleboel leerkrachten ontevreden zijn? Omdat we niet betrokken worden bij het systeem. We worden niet, bijna kan je zeggen, we worden niet gekend. Het wordt ons gegeven en wij moeten uitvoeren. Wat heel frustrerend werkt. En ja, daar krijg je een heleboel andere dingen van. Net als wat mevrouw Kerdik zei, wij zijn op de middelbare school. Dus wij kunnen het van vanuit zo'n perspectief bekijken. Maar u hebt de vergadering gevolgd en u hebt gehoord hoe het gaat op de lagere scholen. Dat is hem. Er is ook het ene aan dat gezegd kan worden van de werkgever en de werknemer, de bond bij deze. Moet de bond of de werknemer betrokken zijn bij het bepalen van het beleid aan het begin van het nieuwe schooljaar, wanneer we het hebben over de school? Dus eigenlijk het veld, eigenlijk de werknemers,
moeten op de hoogte zijn wat er zal gebeuren. Want je moet je voorbereiden. Als er trainingen worden verzorgd, moeten zij ook getraind worden. Want het kan niet zo zijn dat je iets doordrukt, maar de werknemers zijn niet op de hoogte daarvan. Als de leerkracht iets niet begrijpt, hoe gaat ze het overdragen aan de leerlingen? Dat kan niet. Als je bezig bent met een nieuw systeem, moet je iedereen trainen of je moet het niet doen. Ik wil nog even aanvullen, hoor. Niet alleen de leerkrachten. Wij moeten gekend worden, maar ook ouders. Ja. Ook de ouders. Want die ouders moeten weten waar mee het kind eigenlijk geconfronteerd wordt nu. Het is een ander systeem. Het is belangrijk dat ouders op de hoogte worden gesteld, toch, van het nieuwe systeem. Het is heel belangrijk. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, Holland. Ik pin naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na kulturu teife. Tam sabaka gang, de Canada peuang. Yeah. Tijd voor iets nieuws. Goluku chiniu, kulturu yusu, paste fastratis resbuntu, unde baniu, sadef arkinaniu, kulturu yusu, paste fastratis resbuntu, Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan, weshi alas my sari. Alas my body, my efu bondru guawang. Tak wesre kama masranang. Beno wansoma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyoul ya fans of shini. Esha idoule in distance of enemies. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go go go, be alo be grow. Manen sa bigi bigi, no. We go axa for luck if the loba bolate. We go arka problema for the smile in the wake. And we libi shwiti. So long house and pay you the we swing committee. Yeah. Druk tap alleen, make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistiekes review verweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Piet qua door om iets gaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u api nei parki. We de ta
tapastrati, kakwanga i kragi, ude borei dwing. Aksa folok fai gwanga de stijging, efu vergelijking. Ua babo weis dwing, da uka for weis ding, bona beleis ding. A probleem fa folok na de stijging, dat bekweta mita folok fude ta eis ding. Wat upo weri koma fude kotis kei ding, e ukunap den feng. For it's news, sto look up the news. Kulturu nyunsu, paste fast gratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fast